Gewoon in die. Ja, het zijn van die steekscharniertjes. Dacht eigenlijk dat je dat ging doen, maar... Ja, ik wist niet. Nou, Geer, die is niet te stuiten. Die gaat gewoon de kasten weghalen daarboven. Is die scheef gegaan? Goedemorgen. Jee. Een blauw en een... Ben ik wat vergeten? Ah, mijn tosti-ijzer. Uh-oh. Ik kan beter filmen met beter licht. Ik zal maar even pakken die... Ja, kijk of het werkt. Het is wel een mooi smal statiefje. De rest was veel groter en veel grover allemaal. Nee, dat is prima. Helemaal goed. Dat vond ik ook. Deze kast is dus gebouwd toen het huis gebouwd werd, hè? Netjes, Geertje. Een warmte zo, zeg. Als je nou een hoek van het plafond kan zien. Allemaal kabelkrammetjes. Nou, mooi. Hardboordplaatjes dus inderdaad op het plafond. Wat ik aan het maken ben. Warm vlees met gekookte aardappels, jawel, dat is een unicum voor ons. Een unicum, 4 kilo beenham voor €2,70 per kilo. Jongens, dat is niet lullig, overblijfselen van de kerst. Nou, mijn kebab snijden. Nou, dit noem ik dus kebab, dat is het natuurlijk niet, maar... Ik snij de kebabreepjes van. Sommige wat grover, sommige wat fijner. Omdat ik dit in allerlei schotels gebruiken kan. Kijk, een aanbieding van nog geen €3 de kilo gekookte beenham. Laat ik niet liggen. Dan kan ik gewoon invriezen. Ik moet het natuurlijk wel gewoon gelijk verwerken, want het is anders weggegooid geld. Ik maak er een warm vleesschotel van. Heel simpel. Jus van knor, geloof ik dat het is, die wij hier kopen.
brunsels noemen ze dat, bruine saus. Van Blåband, dus dat is Blåband, denk ik, die dat exporteert naar Zweden. Het is een Nederlands product, het is gewoon bruine jus. Dat maak ik aan, 2 zakjes, daar doe ik dit in. Een beetje een uitje erbij, champignonnetjes erbij. Je kan er zelfs paprika ingooien als je dat lekker vindt. Zo simpel. Beetje extra peper, beetje extra maggi of zo, iets, een smaakmakertje, aromat, maakt niet uit. Simpele maaltijd, 10 minuten klaar. Dit is natuurlijk geen 10 minuten werk, maar dit gooi ik dadelijk in de vriezer. En de volgende keer is het 10 minuten werk. Kijk, ik hoef dit alleen maar op de sms te zetten, naar Steve. Broodje warm vlees, en dan zit hij er. Zijn vriendinnetje is op dat gatje gevallen. Is dat zo? Ja, maar heeft haar knie heel erg pijn gedaan. Nou, ik vind het niet om te lachen. Nou, kijk eens aan een bak. Die ga ik verdelen in zakjes. Die gaan de vriezer in. Een enorme pan met warm vlees. En aardappels. Nou, bijna klaar. Dat hebben we alvast voor. Heel goed. Oh man, het sneeuwt behoorlijk. Het moet echt heel warm mikken. In ieder geval is het donker. Ik denk ik wacht even tot het wat lichter is. Zodat het wat makkelijker filmen wordt, maar dat zit er niet in. Oh man. Kat. In ieder geval we dit een kort rondje maken, kan ik jullie wel vertellen. Ik loop in een centimeter of 5-6 sneeuw, maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het sneeuwt onophoudelijk. Al een paar uur. Dus ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. Ik moet vandaag werken bij de fitness. Sinds de kerst was het dicht, maar nu begint het weer. Het is echt alsof de duivel ermee speelt dat ik altijd naar buiten moet als het nou, gewoon gevaarlijk op de weg is. Poeh. Goedemorgen allemaal. Het lijkt alsof het beeld een stuk donkerder is dan met het andere cameraatje. We gaan het ontdekken. Nou, we zijn begonnen, Geer en ik, met het slopen van de keukenkastjes, zoals jullie hebben gezien. En ik ben ook op zolder bezig. Indy, ga eens uit dat weiland. Ben je nou besodemieterd? Hij is gewoon echt zijn manieren kwijt. Sinds die vos trekt hij zich geen reet meer aan van wat ik roep. Dus ik heb hem al een tijdje aan de lijn gehouden, maar ja... Hij moet ook kunnen rennen natuurlijk. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Duvel. Duvel. Goed zo. Laat het niet. Doet hij in ieder geval nog wel. Dan zou ik hem sowieso vasthouden. We pakken dus verschillende dingen op verschillende fronten aan. En dat doen we zoals we met elkaar hebben afgesproken. In kleine hapbare stukjes. Dus gewoon eerst het plafond in de keuken. En Geer doet gewoon elke keer een beetje. Dat houdt hem ook gemotiveerd. Want grote projecten, daar hikt hij best wel tegenaan. Omdat dat natuurlijk gewoon niet te regelen is op dit moment. Met dat werk wat hij allemaal heeft aangenomen. Er zijn ook verschillende van jullie die zeggen, joh, we gaan een huisje kopen. Heeft Geer tijd voor ons? Hij wil natuurlijk graag helpen, maar het moet wel kunnen. En koop je een huisje wat 3 uur rijden van ons af ligt, dan wordt dat wel heel lastig. Want dan is hij 6 uur per dag kwijt aan rijden in plaats van werken. Dus dan kiest hij toch voor klussen dichterbij. Ah, jezus, wat een vlokken. Het is wel heel erg mooi hoor. Moet je kijken joh.
Ik heb er echt geen hekel aan. Mensen dat denken van waarom ben je in godsnaam in Zweden gaan wonen. Omdat we dit ook hartstikke mooi vinden. En zeker nu mijn werk vloggen is. Wat ik 7 dagen per week doe. Soms denk ik wel eens moet ik geen weekenden vrij nemen. Want ik zit echt iedere dag te editen, urenlang. Maar ik vind het ook gewoon zo gaaf om het te delen met jullie. Dit is gewoon mooi. En straks komt er weer een zomer. En die is ook mooi. En de lente is gaaf. Dat is eigenlijk niet echt een favoriete maand. Of een favoriet seizoen. Ja, favoriet seizoen is de zomer. Dat is logisch. Maar een favoriete maand. Ik denk mei hier. Dan staan er zoveel bloemen in bloei. Zo mooi. Maar goed. Ik loop weer te babbelen. Ik loop helemaal niet rond te kijken. Of misschien wat aan wild zien of zo. Ik word gewoon langzamerhand een sneeuwman. Vrouw. Dus een hoop dingen weer in het verschiet. Een hoop klussen in stukken gehakt. En het zou kunnen dat jullie dat onlogisch vinden. Dat het raar is dat je elke keer een stukje van een klus ziet. Maar op dit moment is dat de enige manier om vooruit te komen voor ons. In ons eigen huis. Want anders krijg je een beetje het Govi-principe. Ik weet niet of jullie dat tekenfilmpje kennen met Govi. Dat hij iedereen helpt, maar dat zijn eigen huis ongeveer van ellende uit elkaar valt. Nou, dat is een beetje overdreven natuurlijk, maar er moeten wel dingen gebeuren. Ik heb nou een haarbandje gedaan om het klepje, zodat het klepje blijft staan. Maar ik kan hem dus niet snel dicht doen. Maar goed, het was toch een camera die ik al had afgeschreven. Dus gaat het mis, dan gaat het mis. Voorlopig ziet het er naar uit dat hij filmt. Ik zal eens kijken of het mogelijk is om een beetje te filmen bij de fitness. Ik kan natuurlijk geen mensen gaan filmen, maar wel de werkplek. Ik draai samen met Sofietje, mijn Hollandse vriendinnetje uit Amsterdam. Sofie die is ooit door mij geïntroduceerd bij de vereniging, de sportvereniging. En ze is door hard werken en door ongelooflijk gave personaliteit, personality, is aangenomen daar als receptioniste. En dat is dus een betaalde baan voor haar geworden, wat echt, echt goud is. En nu zijn de rollen omgedraaid, ze heeft mij weer naar binnen getrokken. Ik heb er 5 jaar vrijwillig gewerkt en uiteindelijk, of bijna 5 jaar, 4 jaar en 9 maanden of zo. En uiteindelijk heeft ze me nu weer als vrijwilliger aan de gang gekregen. En ik werk samen met haar elke vrijdagmiddag. Die heeft Geer voor mij uit de tokhok gehaald. Het is natuurlijk een diepe kast en lekker onhandig, maar omdat deze kast van de muur moet, ben ik hem aan het leeghalen. Niet.
zit. Gastservies. Hop. 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 Gelijk lijken op een bouwplaats. Precies zoals het hoort. Ja, de afval staat er ook nog van gisteren. In ieder geval heb ik daar de spullen staan die we nodig hebben elke dag. Of regelmatig. Zo. Nou, weer een stapje verder. Nou, ik wil niet constant alleen maar in de auto filmen, maar ik ben nu op weg naar de sportvereniging in Wetlanda, Friskus en Swettis. Daar werk ik vrijwillig, iedere vrijdag, dus dan weet je gelijk welke dag deze video is opgenomen. En ik ben een beetje laat, ik heb al gebeld naar Sofietje, maar het is glad. Gelukkig is het wel ingereden hier, de sneeuw, maar er zit ijs onder. En ik doe het rustig aan. Ik rij opnieuw, nou ja, 45 km per uur rijd ik nu. Niet harder, want ik voel hem gaan. Dit autootje is geen vierwieldrijf zoals mijn Hyundai was. Hij heeft wel een correctie volgens mij als je gaat glijden, maar ik geloof niet dat hij zo indrukwekkend is. Dus ik doe het gewoon voorzichtig aan. Nou, het blijft sneeuwen. Het houdt niet meer op. Morgen blijft het ook gewoon sneeuwen. Alleen is het hele fijne sneeuw, dus het brengt niet meters, gelukkig. Maar ja, dat zegt niks. Je weet het niet wat het gaat doen. Het is toch, als je kijkt naar andere landen ook, toch raar extreem weer. Wij hebben al 2 maanden volle sneeuw achter de rug, terwijl we dat eigenlijk nooit hebben in deze tijd. Dus dit is inderdaad een extreme winter, precies zoals onze buren voorspeld hebben. Naar aanleiding van de bessen aan de lijsterbessen. Die grote boom. Het wordt een strenge winter, zei het. Nou, klopt. Minusgraden in de dubbele cijfers. Weken achter elkaar. Ook niet echt normaal voor deze omgeving. Ze komen voor, maar niet weken achter elkaar. Het wordt natuurlijk alweer donker. Het is inmiddels bijna 3:30. Het is niet echt licht geweest. We hebben de zon niet gezien. En wie weet kan ik straks een beetje filmen bij Friskus. We gaan het zien. Ik ga het vragen. Tot zo. Nou, ik heb mijn auto geparkeerd op een parkeerterrein. Achter het spoor. En nou loop ik naar de Friskus. Daarboven is het. Nou, hier zit het. Friskus en Swettis. Hierboven. Dan ga ik aan de slag. Tot zo. Yes. Jullie zo. En dan mijn zak. Naar de liggen steen. Daar is de gym. Nee. Dit is ons uitzicht. Alsof het is alweer laat, het is 6:30. Ga naar huis.